De vraag die we als legal consultancy en als advocaat in Abu Dhabi wel eens te horen krijgen is: ja, ik wil een proces aanspannen tegen XYZ, want ABC. Net als in Nederland proberen we onze klanten zo lang mogelijk weg te houden bij de rechtbank. Net als in Nederland is een rechter hier in dit land echt niet corrupt en doet zijn werk goed, of haar werk, en neemt daarvoor de tijd. Dus in dat licht precies hetzelfde. Maar ook net als in Nederland, het is toch wel een onvoorspelbaar proces wat de outcome gaat zijn. Dus proberen wij in eerste instantie te kijken of we toch met mediation, met brievenschrijverij eruit kunnen komen. Daar komt bij dat uiteindelijk bij alle andere emiraten, dus niet Abu Dhabi, maar alle andere emiraten, bij de rechtbank een Emirati-advocaat je zal moeten vertegenwoordigen. Wij zijn niet bar tevreden over de kwaliteit van deze advocaten. Wij raden je dus ook aan, en dit klinkt inderdaad als wij van WC Eend adviseren WC Eend, maar we raden je dus ook aan om het juridische voortraject te laten doen door een Nederlands kantoor, in elk geval niet meteen een Emirati-kantoor, en dan als dat werk allemaal voorbereid is, het dan pas over te dragen aan de advocate, die jou gaat vertegenwoordigen bij de rechtbank zelf. Het belangrijkste van dit verhaal is: blijf echt zo lang mogelijk weg bij die rechtbank, net als in Nederland, waar ook mediation, arbitrage en brievenschrijverij vaak beter werkt dan naar een rechter stappen.